ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag geen maandag, maar woensdag 17 maart. En ik ga voor jullie een nieuwe weekvlog beginnen. Dus als je er heel veel zin in hebt, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Het is vandaag dus woensdag. Ik had in de vorige weekvlog verteld dat ik op maandag en dinsdag niet meer ga filmen. En ja, ik zal het nog even snel uitleggen. Op maandag en dinsdag heb ik altijd stage. En dan is het meestal van 8 tot 5 ongeveer. En je hebt ook nog, heb ik dan ook nog werk en allemaal dat soort dingen. Dus het is altijd een beetje veel. En dan kan ik ook eigenlijk niks filmen. Dus ik dacht, ja, dan is het ook een beetje saai om naar te kijken. Dan kan ik wel de dag openen, maar dan slaat het eigenlijk nergens op. En dus daarom dacht ik begin gewoon lekker op woensdag. Volgende week is dan wel een beetje anders omdat ik de hele week stage heb. Maar ja, het is nu pas 9 uur. Ik heb vanochtend nog even snel een verslag afgemaakt. Want ik was gisteren echt kapot na werk. En ik heb 2 pakketjes. Ik heb me omgekleed. Ik ga vandaag stemmen. Ik ga straks mijn nagels laten doen. Dus dat eigenlijk. En ja, ik zou het ook heel erg leuk vinden als je me even volgt op Instagram en op TikTok. En dan heel veel kijkplezier. Dit zijn de pakketjes. Het zijn allebei van Xenos. Maar dat waren nog dingetjes die nog binnen moesten komen. En dit is mijn outfit. Dit is van Goods & Gusto. Een shirt. Gewoon een wit shirt en eronder een broek van Chiquelle. En ik ga nu even deze pakketjes openmaken. Ik ga hierna ook maar gelijk mijn camera even in de oplader doen. Want dat was ik vergeten. Ik vind dit hoekje van mijn kamer echt top. Als eerste zit er van dit dubbelzijdig tape in. Ik kreeg er best wel vaak vragen van in mijn DM. Maar ik gebruik altijd die van Xenos. En daar zijn bijvoorbeeld mijn posters mee opgehangen. Maar wij gebruiken het ook voor heel veel andere dingen in het huis. Omdat we niet boren, maar gewoon tape gebruiken. Bijvoorbeeld deze spiegel, die zit ook gewoon vast met dubbelzijdig tape. Deze is heel sterk, dus een aanrader. Dan had ik vorige week deze ontvangen. Heel erg leuk. Ik moet de kaars er nog even uithalen. Alleen de pootjes staat er niet bij. Dus die zitten nu in een aparte doos. Oké, dit zijn de pootjes die erbij horen. En dan doe je hem denk ik zo. En dan zet je zo die kaars erin. Ik zal het wel even gelijk neerzetten in mijn kamer. En even aan jullie laten zien. Oké, zo ziet hij er dan uit. Heel erg leuk. Ik heb net mijn nagels laten doen en ik heb roze met een paar schattige hartjes erop. Wacht, ik weet niet of je het heel goed kan zien. Zo, heel erg leuk. Hij staat niet zo goed scherp, maar jullie snappen het idee. Ik ga zo meteen even een uurtje bijles geven. Ik ben nu bij mijn moeder thuis. En ik ben even aan het wachten tot hij hier is en dan ga ik bijles geven. En dan daarna ga ik weer naar huis en dan ga ik vanmiddag stemmen. Oké, we zitten in de auto en C en Lien zijn er ook. Want we gaan nu namelijk stemmen. Ja. Vertel even op wie je gaat stemmen. Nee, ik ga niet heel veel haar. Ja, ik ga niet mijn politieke voorkeuren in de vlog laten horen. Maar gaan we alle drie iets anders stemmen? Nee, ja, ik ga wel. Oh, wel? Oké. Ja. Oké, 1 huishouden, alle drie wat anders. Zo gaat dat. Alleen Eline en Noor stemmen hetzelfde. Oké. En de rest stemt anders. Oké, want we maken er een uitje van. Pas op voor die kleine kindjes. En daarna gaan C en ik gaan vanavond koken. Koken. Mijn stem sloeg over. Koken. Dus dat. En we mogen het rode potlood houden. Ja, dat vind ik best leuk. Dus die dan doen we erna. En dan doen we het daarna dat erbij, bedoel je? Ja. Oké, maar eerst oven voorverwarmen. Ja. En op hoeveel graden? 200. Oké, nou, we gaan even koken. We hebben zoete aardappelfrietjes. Ja. Zoete aardappelfrietjes, die doen we eerst. We hebben broccoli en we hebben zalm. En dan gaan we dat allemaal in een ovenschaal doen. Moet ik het even doen? Oké, oven is aan het voorwarmen. Aardappel, zoete aardappel bedoel ik. Oh, ik dacht er schimmel op zat. Ga je het erop zetten? Ja. Oké. Ja, het lukt al met 1 hand. Bon appétit! Lekker. Bon appétito. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Het is 10 uur. Ik ben al de hele tijd bezig met mijn online les. En ik heb net even mijn make-up gedaan. Ik ga me zo even omkleden, want ik heb nog een joggingpak aan. Ik heb zoveel stress. Ik moet echt mega veel doen. Ik heb echt 1000 dubbele afspraken gemaakt. En ik word echt een beetje gek van mezelf. Ik moet echt heel veel aan school gaan doen zo. En ik ga morgen
video filmen samen met Floor. Dus dat is wel echt super leuk. En ik ga nu snel aan school dingen doen. Ik moet boodschap doen. Ik moet ook koken. Ja, ik moet gewoon echt mega veel doen. In mijn online les staat nog aan. Dus ja, dat eigenlijk. Oké, ik heb me even omgekleed. Mijn haar is een beetje vet. Maar ik ga het morgen pas wassen. Wat ik aan heb is... Oh, wat een blauw licht. Nou, het licht was een beetje heel blauw. Maar ik heb aan dit topje van de Stradivarius met een... Daaronder een topje van Shein bedoel ik. En deze broek is van Naked. En ik heb mijn haar gewoon vast in een klemmetje. En ik ga dus nu boodschappen doen. Oké, ik heb net heel snel boodschappen gedaan. Helemaal warm. Dus dat is scherp. Boodschappen liggen daar. Ik heb een beetje gekeken naar de acties. Op zich best wel veel gehaald. En ik was... 15 euro kwijt. Dus ik ben helemaal trots. Ik heb dus een online les. Maar ik ga wel even snel de dingen in de koelkast en zo leggen. Het geluid aan. Ja. En weer even laten zien wat ik heb gekocht. Oké, ik zet jullie even in de koelkast neer. Ik heb brood voor in de vriezer. Ik heb eieren. Ik heb kaasvlinders, koekjes. Rijstewafels. Snoep, yoghurt, dat ik nog ontbijt, dus dat ga ik zo gelijk. Nog een keer yoghurt, zelf, Cool Best sap, dit, groene limonade, dat drink ik thuis ook altijd. En ik heb heel vaak na het eten nog zin in iets lekkers, dus ik had vla gekocht. Bolletjes vla, nam ik vroeger ook altijd. Oké, ik heb moest vandaag oppassen, maar ik ben weer terug. En... We hebben, ik hoop dat je me kan horen, we hebben vandaag dus kaartjes voor het thuisconcert. Dus we zijn met z'n viertjes. En, Zee, wil je ook bij? Ja, één glas. Wat? Eén glas. Voor mij wil ze dat opeten. Wat zei je? Ja. Wit of rood? Niemand die meer kent zoals jij. Vanaf de eerste dag waren wij erbij. Oké, maar... We zijn dus nu even op de tv aan het proberen om het aan te zetten. Het is dus, hoe heet het concert of heeft het geen naam? Heeft het concert een naam? Ja, voor de volgende. Lockdown Live. Oké, Lockdown Live. Nog 2 minuten. Goedemorgen, het is vandaag, welke dag is het? Vrijdag. En ik zit in de auto, ik ben nog niet aan het rijden. Maar ik heb me net klaargemaakt en ik heb een beetje uitgeslapen. Nou ja, het is nu 11 uur. Ik ga zo meteen een video opnemen met Floor. Dus nou, we wonen niet echt super dicht bij elkaar. Dus we gaan nu allebei even een stukje rijden. En dan meeten we elkaar in het midden. En dan gaan we gezellig een video opnemen. En ik heb ook echt heel erg trek, want ik heb niks gegeten. En we gaan een mukbang opnemen, dus dat... Komt goed uit. Ik wist echt niet wat ik aan moest doen. Ik heb echt 100 dingen aangehaald. Maar uiteindelijk is dit het geworden. Voor de rest. Vandaag ga ik niet heel veel bijzonder doen. Ik heb wel een online les. En al dat soort dingetjes. En ja. Dat eigenlijk. Ik ga nu rijden en dan zien jullie mij zo. Mijn ketting hangt echt mega laag. Ik ga het vloggen. Ja, oh, die van mij is pas. Oh, bij jou hoor je echt. Ja, ik heb dat ingesteld. Oh, ik niet. Hoi, ik ben met Floor. Hi. Oh. We hebben net een video gemaakt. Oh, dus. Nee, dat hoeft niet. Oh, ja, zet maar neer. Het is voor de week vroeg. Oh, dit is voor de week. Ja, we gaan nog even eerst foto's maken. Ja, maar we moeten eerst even dit opruimen. Waar waar is dat ding? Ik ben het kwijt. Waar is die zak? Oh, hieronder. Mm. Oké. Okay. Nou, dit is de eerste keer McDonald's deze week. Dus ik ben trots. Hey. Curve. Zo. Weet je wat ook heel eigenlijk best wel gemeen was? Ja, want we hadden het natuurlijk over een mukbang opnemen. En ik stuurde gelijk het adres van de McDonald's. Maar we hadden helemaal niet besproken dat we een McDonald's mukbang. Oh nee, maar dat had ik al wel in mijn hoofd. Dus okay. Het was niet gek. Oké, okay, want ik dacht daarna echt een beetje van, oh, nou, nu heb ik gelijk een soort van gepoest. Nee, ik had het ook al in mijn hoofd. Dus het was wil niet je gek. Deze bewaren? Nee, ik vind dat vies. Ik eet geen saus. Oh, oké. Okay. Ik heb echt hier zo allemaal die saus. Oh, echt? Oh. Jij bent echt wel erg. Oh, dit is zo.
Wat is dit dan? Ja, dat is de bom. Nee, oh, dat was een sausje. Oh, zit dat nu geknoeid? Weet niet. Zit dat nu geknoeid? Nee. Oh. Zit dat nu geknoeid? Nee, zit dat nu geknoeid? Oké, Oké, we gaan wel even foto's maken. Waar gaan we neerzetten? Even waar je hem wel neer kan zetten. Jij hebt wel een beetje een feed. Dat heb ik niet. Dus nou, bij mij maakt het niet uit. Ik doe niet echt aan een feed. Ik vind een feed moeilijk. Uit. Beetje verwaaid. Ja, maar ik heb wel een borstel mee. Oh ja, maar je hebt die heb ik niet nodig. Ja, voor mijn plukjes. En mijn beeldsterkte is... Nou, mijn hele camera. Ik heb al 3 keer een nieuwe gehad. Echt? Ja, bij mij gaat die schroef er altijd uit. No, oh nee, ik heb dan wel een andere outfit aan. Goeie. Ja, oké. We gaan nu de andere video opnemen. Kan echt niet. Nee, maar dit is wel heel erg. Soms ga ik 4 keer per week naar de Mac en nu ga ik 2 keer op een dag. Ja, vandaag is je hoogtepunt. Mijn hoogtepunt. Nee, je ja, ik heb zo'n richting. Ja, precies. Dus waar ik ja, dus we kunnen zo meteen even de... Autoswitch. Ja, hier naar rechts. Oh ja. Oké, okay, ja. Okay. De foto's zijn alleen nog niet echt gelukt. We zeiden ook, ja, we gaan onderweg kijken waar we foto's kunnen maken. Maar daarna anders. Als je helemaal vol zit en dan daarna... Wat kun je in een McCafé halen? Nou, je kan daar bijvoorbeeld muffins en zo halen. En croissantjes. Koffie. Nee, dat kan je nu ook halen. Oké, zou ik dan wel even filmen, ja? Hoe goed je kan inparkeren. Ja, dat is zo kut. Het liefst vermijd ik wel. Maar jij zet er me ook echt zo in. Ja, inderdaad. Oh nee, maar nee. Nee, 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 nee. Dit wordt hem niet hoor. Zet hem nou gewoon op mijn plek. Op ja, maar... daar, zet hem daar. Rijd daarin. Ja. Ik heb echt te veel bruiningscreme op. Super! Oké, okay, wat moet ik meenemen? Niks. Oké, nou, ik ben weer thuis van het filmen met Floor. Was heel erg gezellig. En ik ben nu... Dat klonk heel sarcastisch, maar dat was niet sarcastisch. Ik ben nu weer thuis met Eline en met C. Oh, met Lien, sorry. Ja, dank je. En als ik een pakketje heb, moet ik het altijd gelijk openmaken. Ja, dat moet. Ik zoek niet in de pakketje. Nee, dat ga ik ook niet. Ik zit even een plaatje te zoeken. Maar... Oké, okay, wat een adi. Ja, oh. Nou, deze fles moet ik ook hebben. Oké, okay, want ik had namelijk een pakketje van Naked gekregen. Op mijn Instagram laat ik een kortingscode zien, want die is nu nog niet geldig. Niet mij filmen. Dat doe ik niet. Oké. Nee, ik geloof niet. Kom kijken. Oké, wat erin zit. Even kijken. Dit witte topje. Leuk? Ja. Ja, in een maatje. Een beoordelingscomité. Ja. Schijnt hij niet hoor. Een S. Weet ik niet. Weet ik wel. Ah, gewoon witte BH eronder. Helemaal prima. Maar het is wel leuk voor de lente met korte mouwen. Ik heb wel heel veel lange mouwen dingen. Deze dus, ja. Dit is het witte topje. Het witte topje schijnt wel een beetje door. Ik heb er nu een witte BH onder. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Het is niet mega storend, maar... Het is ook een beetje een andere kleur wit. Dus misschien dat je hem daarom er doorheen ziet. Maar ja, ik vind het heel erg leuk staan. En past ook helemaal bij mijn kamer. Dit is een zwart topje met een open rug. Maar hij is wel, laat maar zeggen, lang genoeg. Zodat je wel nog gewoon een normale BH eronder kan. En dan aan de onderkant heeft hij zo'n leuk strikje. Ook heel leuk. Leuk? Ja. Lien vindt hem niet leuk. Ik vind het grappig hoe je het aan het vertellen bent. Hoezo? Over die BH. Nee, kijk, maar het is toch irritant als je zo'n hele open rug hebt. Want dan kan je er dus alleen een plak BH of geen BH onder doen. En nu kan je gewoon precies een BH en dan zo is dat onderstukje... Het is toch nog open rug. Is toch nog een beetje sexy, maar ook classy. Snap je? Het is perfect. Oké, dit topje is mijn favoriet. Hij is dus aan de voorkant gewoon helemaal basic. Maar aan de achterkant heeft hij dus die open rug, wat er echt heel erg leuk uitziet. Dus... Dit is zeker mijn favoriet. Oh, dit ziet er wel heel groot uit. Dit is gewoon een wit topje met zo'n leuk wit basic shirtje. Ik denk dat deze misschien wel een beetje groot is. Welke maat is het? Een S. Maar Naked valt heel groot. Je hebt daar ook XXS en S. En XS. XXS, XSS. Zo, wel heel erg leuk. Deze, ja. Nee, wij zijn beoordelingscomité. Oh. Nee, het is geen wit en zwart. Nee, het is lila. Leuk voor de lente. Een leuke paarse blouse. Leuk. Oh, wat. En nog wel eens de zomer overheen. Wat een kwalie. Ik denk weer dat dat liedje van Conjo komt. Oké, okay. Dit leuke blouseje. En dan heeft hij aan de onderkant een leuk strikje.
Hij moet wel echt inderdaad gestreken worden. Dit is toch polyester? We hebben geen strijkijzer. Gestoomd worden. We hebben thuis een stomertje. Ga je een tutorial geven hoe je moet stomen? Nou, dat kan ik op zich best laten zien. Nou, dan kun je eigenlijk beter een van jullie doen, maar... Oké, okay, nou... Ik weet niet of die V een beetje te groot is, die V-jas. Je doet er een hemdje onder. Of een veiligheidsclip. Maar het is toch heftig? Kijk dan. Ja, ik snap het. Oké, dit is het lila topje. Echt mega leuk. Ik heb hem niet gestreken. En ik moet ook even kijken hoe ik hem nou precies vast doet. Want ik heb nu een soort strik achter. Maar ik weet niet echt of dat de bedoeling is. Dus daar moet ik nog even naar kijken. In ieder geval, ik vind hem echt heel erg leuk. En ik moet echt een witte broek gaan kopen. Want dit soort dingen boven een witte broek is echt top. Nee, dit is niet te lang. Nee, dit is weer heel kort. Iedereen hier in huis heeft een andere pasvorm. Ja, maar echt. Dus deze leuke beige broek. Leuk toch? Ach, zo leuk. Heel leuk. Oké, dit is de beige broek. En hij sluit echt precies goed aan. En doordat ja, ik best wel klein ben, is die ook precies zo goed. Want een pantalonbroek kan natuurlijk best wel iets hoger vallen. Maar nu sluit die bij mij echt gewoon precies aan. En die zakken moet je nog wel even zo doorsteken, heet dat zo. En ik heb er dus nu gewoon zwart ondergoed onder en je ziet niks. Dus helemaal blij mee. Cute. Ja, was dus... nou, is nog best veel. Ja? Ja, dit was het. Kijk zeker op mijn Instagram. Je zei het echt zo van, was dit? Was dit? Ik ben alweer een tijdje thuis en ik dacht het is wel even leuk om te filmen. Het avondeten. We hadden volgens mij... Ik moet het even aan C vragen. Ik weet het niet uit mijn hoofd. Oeh, maar ik zit nog heel erg vol van de mukbangs van vandaag. Wacht, mag ik het receptje filmen op je telefoon? Als je mij aan... Maar we maken de versie zonder geitenkaas. Zonder geitenkaas. Het is, het heet... Pompom risotto met... Tja, dat. En hier zit de pompoen in. Dit is een ui en knoflook. Waar ze nog niet wist. Sausje gedaan. Ja, een beetje. Wat is de saus dan? Nee, bouillon. Oh ja, nee, waarom zeg jij zegt saus? Jij zegt klein. Ik moet naar beneden kijken als je naar jou kijkt. Floor was vandaag even groot als ik. Dat vond ik heel fijn. Het is vandaag zondag. Ik zit even voor mijn raam. Wat ga ik nu doen? Het licht is wel echt heel fel. Maar ik heb vanochtend mijn wenkbrauwen gedaan met van die zeep. Op zich is het wel oké gelukt. Alleen ik kan ze erna niet meer intekenen. Want dan ziet het er heel raar uit. Ik ga even mijn kamer opruimen, want ik ga straks naar mijn vader toe. En er komt volgende week geen weekvlog online, omdat ik deze week stageweek heb. Dus dan zit ik elke dag op school. Maar ik heb nog een Shein shop vlog en ik heb ook nog die video met Floor. Dus dat moet helemaal goed komen. En ja, ik ga ze nu even die naked kleding passen en er even aanbeelden van maken. Ik blijf het echt zeggen in elke vlog, maar ik ben zo blij met mijn kamer. Het geeft gewoon echt een soort van rust als ik er naar kijk. Maar ik heb dus echt een hele leuke TikTok opgenomen. Want ik had dus nog een oud beeld van mijn kamer. En dan heb ik het gewoon helemaal zo een soort van gefilmd. Ja, in ieder geval, ik ga me nu even omkleden. Het is echt vreselijk, mijn conditie. Oeh. Oké, ik ben naar de Action geweest samen met Eline. Ik heb niks gefilmd, want we hadden echt maar 20 minuutjes. We waren wel iets langer binnen, maar de tijd ging echt mega snel voorbij. Oeh, ik zal even laten zien wat ik heb gekocht. Heel veel onzin. Wat je altijd dus koopt bij de Action. Als eerst dit om je producten neer te zetten in de douche. Dit is van Eline en van Noor. Oké, dan heb ik een notitieblokje met to-do. Wat ik echt nodig in mijn leven. Dan deze kaars. Deze kaars is van Eline. Die ga ik even op mijn kamer zetten. Zo, dat ruikt echt heel lekker. En dan heb ik nog dit voor in de douche. Zodat we de... Ja, voor de ramen, of hoe noem je dat? Voor de douche dingen. En een nieuwe deo voor C. Voor de rest heb ik nog 5 pakjes van deze kledinghangers. Want die had ik vorige keer ook. En die ga ik nu in mijn kast ophangen. Kijk, de helft hangt nog nu aan deze hangers. En ik had deze ook al. Dus ik ga nu
die houten hangers ga ik in die tas doen daar. En dan ga ik allemaal deze hangers ophangen. Ik denk dat ik te veel heb, want ik heb er nu nog 40 extra. Maar ja, beter te veel dan te weinig, want anders breng ik het gewoon terug. Oké, ik heb allemaal hangers omgewisseld. Er zitten hier echt 60 hangers in. Echt super zonde. Als je ze wil overkopen, stuur even een DM. Maar dit is echt mega veel. En ik ben dus nu bezig om dan al die witte hangers erop te hangen. Moet dit dan, en dan ga ik het een beetje uitzoeken en daarna ga ik dus naar huis.